Hoi, ik ben Buddy Tenkels, schrijver van jeugdboeken en ik ga je proberen een tip te geven over hoe maak je een verhaal nou spannend. En wat is spanning voor mij? Spanning is, je zit iets te lezen en je denkt, wow, wat is hier gebeurd? Hoe zijn ze hierin verzeild geraakt? Gaat het ze nog lukken? En hoe loopt het af? Oftewel, je hebt als lezer een hele duidelijke vraag. Een vraag waarvan je het antwoord wil weten door verder te lezen. Dat maakt het spannend. En als schrijver, jij dus, moet je eerst duidelijk maken voor jezelf, goh, wat is die vraag die beantwoord moet worden? En als tweede, wat is het antwoord daarop? Wat is de oplossing? En die oplossing die ga je in kleine stukjes geven. Elke keer een stukje erbij, zodat de lezer steeds meer weet. Soms zet je ze even op het verkeerde been, gaat de verkeerde kant op. Maar uiteindelijk wordt het plaatje compleet en weet de lezer wat er gebeurd is. Wat jij voor moois hebt bedacht als schrijver. Hartstikke lastig, maar ook ontzettend leuk om te doen. Heel veel plezier.